Welkom bij deze nieuwe aflevering van Praat met een advocaat van Berntsen Mulder Advocaten. Uh, we gaan het in deze uitzending hebben over um, de echtscheiding. En um, als je denkt aan echtscheiding, denk je al vaak aan, aan alimentatie. Uh, aan mij, bij mij aan tafel zit Jacomine Kapteijn. Zij is advocaat, familierecht en mediator bij ons kantoor. Welkom, Jacomine. Dank je. Um, wij willen het gaan hebben over alimentatie. Nou, bij een scheiding denk je natuurlijk als allereerste dat een van de termen die mensen goed kennen, alimentatie. Wat ik, waar ik zo benieuwd naar was: hoe lang bestaat zoiets als alimentatie eigenlijk al? Ja, dat uh, kwam voor het eerst in de wet volgens mij in 1830, heel lang geleden. En uh, dat kwam met name in de wet omdat toen uh, als je uh, als vrouw zeg maar, uit een welgestelde, welgesteld gezin kwam, dan, uh, dan was het je tijdens het huwelijk uh, was het je niet toegestaan om te werken. Dus dan, nou ja, dan vonden ze dan moest er wel een regeling komen in de wet dat als die partijen dan uit elkaar zouden gaan, dat er dan wel recht zou zijn op een alimentatiebijdrage. En, en ja. hoe werd dat in die tijd bepaald? De hoogte, de duur? Ging dat door tot in lengte van dagen? Ja, um, levenslang. Okay. Ja, ja, eerst was het levenslang. En inmiddels hebben we daar wat stappen in gezet. Hè, want op enig moment werd het 12 jaar, en sinds 1 januari 2020 is de wet weer veranderd. En is het uh, maximaal uh, vijf jaar met wel drie uitzonderingen nog uh, ah, okay. daarop. Oké, ja, ja. da daar kunnen we het ook nog uh, ja. over hebben. Uh, maar in de loop van de tijd is, het eigenlijk, is die periode steeds meer... Ja, kort. steeds korter geworden. Ja, ja. ja. klopt. Dat heeft ja. te maken met vrouwen-emancipatie. Ja, dat ik, steeds beter. er zijn steeds meer uh, vrouwen natuurlijk die, uh, die werken. En dat wordt heel gewoon gevonden. Ja. En, hè, dus vrouwen hebben ook een verdiencapaciteit. Die kunnen zelf ook een, ja. uh, een deel van hun eigen brood uh, betalen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dat, dat brengt mij meteen op de ja. volgende vraag. Is... is Wanneer betaal je alimentatie en wanneer ontvang je het? Hoe gaat dat? Wie bepaalt dat? Ja, nou dat hangt af um, ja, van, van de behoefte en van de draagkracht. Behoefte is uh, dat bedrag wat je maandelijks nodig hebt om van te leven. En de draagkracht is dat bedrag wat de ander eventueel uh, kan bijdragen in, in die behoefte, in wat je nodig hebt om, uh, om van te leven. En de hoogte wordt dus bepaald aan de hand van hè, wat is er nodig, maar ook van wat kan de ander betalen. Maar, maar, maar hoe gaat het dan? Want als je, je, je hebt misschien een bepaalde levensstijl. Maar het kan ook zijn, ja, weet je, ik zou veel met minder kunnen leven. Wie bepaalt dan welk bedrag? Ja, de welstand van het huwelijk die bepaalt eigenlijk wat de behoefte is. Er is dus okay. een soort algemene vuistregel, een hofnorm noemen ze dat. Eh, een hofnorm, een ja? algemene vuistregel. En dan kijken ze naar wat is nou het netto maatinkomen. Hè, en uh, wat waren de kosten van de kinderen. En dan geven ze aan, nou, ieder heeft. Behoefte aan 60% van datgene wat er dan resteert aan, uh, aan bedrag. Ah, okay. Maar wat ook wel vaak voorkomt, is dat er gewoon een lijstje wordt opgesteld. Maar ja, maar wat zijn nou precies de, de uitgaven? He? Uh, wat, wat heb je nou per maand nodig? Je huur, je, je ziektespremie, je boodschappen. Wat is nou, wat is nou redelijk? Alimentatie is ook met uitstek een, een onderwerp wat wordt bepaald door de redelijkheid en billijkheid, natuurlijk. Dus dat ja. is eigenlijk onderhandelbaar, om het even uh, ja, zo te zeggen? Nou ja, voor een deel wel. Ja, ja. Maar... Ja, het zolang het in overleg ook gaat natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want het kan natuurlijk ook zijn dat een rechter als derde beslist... nou, maar dit, uh, dit past bij uh, jullie situatie. Ja. Ja. En stel dat er in de loop van de tijd iets in, in de situatie van de een of de andere partner verandert... Uh, hoe kun je dan zo'n alimentatietoelage aanpassen als dat nodig is? Ja, je kunt kan eerst dat? Proberen. Ja, dat kan. En je kunt eerst proberen natuurlijk in onderling overleg. Mm -hmm. hè? Kun je aangeven, joh, hè, maar uh, ik ben mijn baan kwijt of uh, mijn bedrijf uh, is uh, failliet... Of, er komt een nieuw kindje. Hè. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, wijzigingen van omstandigheden, die ervoor mm -hmm. kunnen zorgen dat die alimentatie gewijzigd moet, uh, moet worden. En uh, dan kun je eerst met elkaar in overleg. En als uh, uh, dat overleg niet lukt, hè, dan zou je uh, een advocaat kunnen vragen om het te berekenen, hè, wat dan een ja. nieuw redelijk bedrag zou zijn. Ja. Uh, en uh, anders kan het bij de rechter verzocht worden. En ja. als, je te, als je er dan onderling uitkomt, ik noem maar wat, van nogal uh, er komt 200 euro per maand bij je, ik noem maar wat, moet je dat dan ook weer helemaal op papier vastleggen? Of kun je dat gewoon onderling afstemmen en dat uh, wordt wel overgemaakt? Ja. Dat kan natuurlijk onderling, hè, maar ik adviseer eigenlijk altijd wel: zet het even op een A4'tje met twee handtekeningen ja. eronder. Hè, en zet erbij, verwijs dan ook naar dat eerdere document, hè, ofwel de beschikking of een eerder convenant. Uh, zodat dat vast ligt. Zodat daar niet meer uh, ja. uh, op teruggekomen kan worden. van ja, maar dat is dan ongeluk fout gegaan. Of, ja. Hè? Ja. Uh, en, en dan de, de duur van de alimentatie. Je, je vertelde net al iets over dat het in het verleden was op twaalf jaar. Dat is veranderd ja. naar vijf jaar, vertelde je. Um, wat, wat is de reden daarvan? Dat het is aangepast? Ja, toch wel omdat uh, het. Uh, de uh, ontwikkeling in de maatschappij. Hè, dat mensen vinden van joh, maar hè, uh, is dat nog wel zo redelijk dat er dan zo lang alimentatie betaald uh, moet worden. Hè? Ja. Want uh, ook vrouwen kunnen werken, vrouwen mogen werken. Hè, dus die hebben ook een verplichting om hun uh, verdiencapaciteit te benutten. Ja. Zeg maar. En daar waren ja. uitzonderingen op, toch, zei je? Ja, er zijn een paar uitzonderingen. Dat is uh, als er uh, kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan duurt de alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is. Uh, als je langer dan 15 jaar gehuwd bent en je bent uh, 50 jaar of ouder. Uh, en als je langer dan 15 jaar gehuwd bent en je zit 10 jaar voor de AOW-leeftijd. dan heb je weer recht op alimentatie tot de AOW-leeftijd. Okay. Dus dat is, wel even, uh... ja, dat is wel even goed om te weten. <laughs> ja, en, uh... Maar ook even goed kijken welke situatie ja. is dan bij ja. mij van toepassing. Hè? Want je ziet dan in de media: oh, het is nu allemaal vijf jaar. maar er zijn dus wel drie uitzonderingen. Je moet wel even goed kijken. Okay. Ja. Uh, is die uitzondering bij mij niet van toepassing? Ja, ja, ja. Nou, dat is wel goed om, om ja. uit te zoeken of om uit te laten zoeken, zou ja. ik zeggen. Ja. Uh, wat moet je doen als je als een van de partners bijvoorbeeld de alimentatie niet meer kan betalen? Uh, die, die raakt zijn baan kwijt. Of, of nou ja, in deze tijd uh, gebeuren er gekke dingen met, met corona. Ja. Wat dan? Ja, allereerst weer belangrijk. Hè, zoek contact met elkaar en laat weten wat er, wat er aan de hand uh, is. En als de ander niet open staat voor, uh, voor het verhaal, ja, dan kun je de rechter vragen om uh, een andere afspraak te maken over. of een andere afspraak op te leggen, eigenlijk, hè, over, de, over de alimentatie. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dat, dat lijkt me helemaal duidelijk. Um, ik denk dat we zo nog wel een, een aardig inkijkje hebben gegeven. In, in hoe het in zijn werk gaat met het uh, ontvangen of krijgen van alimentatie. van kinder- of partneralimentatie in dit geval. Um, ik hoop dat u er nou uh, als kijker ook uh, uh, iets van heeft opgestoken. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, sroop niet om contact met ons op te nemen. Bel ons, mail ons. Uh, nou ja, vragen staat altijd vrij. En dan wil ik u uh, hartelijk bedanken voor het kijken. En uh, jou, Jacmin, hartelijk bedanken voor uh, de uitleg. Ja, graag gedaan.